ja, teleurstelling, onbegrip. Dus, de Graafschap onwaardig. Nooit aanzien komen. Dus achteraf die jongens ook. Maar daar hebben we nu niet veel aan. In ieder geval heel veel teleurstelling. Zit er ook veel woede? Binnen een half uur 3-0. Jullie worden bij vlagen van het kastje naar de muur getikt. Nou ja, het waren wel allemaal hele snelle goals in de omschakeling. De bedoelingen waren heus wel goed wat betreft het aanvalsspel, maar het veld werd veel te lang. En tegen ploegen als Jong Ajax, Jong AZ moet je die velden niet zo heel lang maken, want dan kunnen ze gewoon heel goed voetballen. Je kan ze juist pijn doen als je in een klein veld de duels opzoekt. En nu waren we overal net iets te laat en dan loop je achter die bal aan. Wat voor woord zou jij nu voor deze avond kiezen? Triest. Is het ook een blamage? Ja, dat is nog een woord. Wanprestatie, want ja. Dit overkomt de Graafschap eerste divisie eigenlijk nooit. Ja, weet ik niet. In ieder geval, ik heb het nog niet meegemaakt. En of je dan met 2-1 verliest of met 7-3, dit is nog pijnlijker. Hier moeten we wel een aardig woordje over gaan praten met de boys. Ja, je zegt het rustig. Ik vroeg het net ook. Ben je kwaad? Enorm teleurgesteld. In alles. Dat is vaak erger dan woede. Ja, dus vooral omdat je het niet aan ziet komen. We zitten juist in een geweldige periode. Ik laat ook niet alles omver praten door niemand. Maar die eerste helft vind ik wel de Graafschap onwaardig. In de tweede helft laten jullie toch zien dat het ook anders kan. Anders moet. Dat past beter bij de Graafschap. Niet eens zo heel veel afspraken veranderd. Maar gewoon iedereen met het mes erop. Iedereen vooruit. Iedereen in de duels komen. Zelfs de jongens die het de eerste helft ook enorm moeilijk hadden en het niet goed deden. Zoals Tutwarima bijvoorbeeld. Toch laten staan om de kans te krijgen nog wat recht te zetten. Maar veel te laat. Veel te laat. Die score is al zo opgelopen. Alleen de tweede helft scoorde zelfs één meer. Vind je ook dat het team, de spelers, elkaar in de steek hebben gelaten vanavond? Ja, dat is allemaal heel zwaar. Want we zijn ook bejubeld tot en met de laatste wedstrijd nog. Dus ik laat hier de jongens ook wat over roepen. Want het is gewoon dezelfde ploeg die Roda van het kastje naar de muur speelde. Dus dan vind ik het gewoon enorm jammer dat we dan hiermee geconfronteerd worden. Het is ook jouw zwartste dag in dienst van de Graafschap? Ja. Nou ja, we hebben wel meer vervelende dagen meegemaakt. Maar 7-3. Maar op sportief gebied enorm vervelend. En dan komt er tot slot ook nog een hele zware blessure, ogenschijnlijk, overheen van Ralf Seuntjens. Ja, daar kan er nog wel even bij. Wat is er met hem aan de hand, denk je? Nee, dit is vervelend. Enkel? Die zijn we een hele tijd kwijt en dan wil zijn scheids nog een hele discussie met mij aan. Maar een veel te late tackle. Of die dan licht of zwaar is, als zo'n grote sterke kerel landt en je komt dan tegen de enkel aan, ja, dan klapt die dubbel. Dus daar is wat kapot. Beter naar kijken, want dit zijn wel onnodige overtredingen. Plus, we zijn misschien wel onze belangrijkste speler kwijt.